hebben in het parlement hier al wat vragen gehoord aan minister Weitz over die zaak. Vlaams Belang zegt bijvoorbeeld, ja maar waarom staat die meneer erin? Want met de kolonisatie, daar hebben de Vlamingen gewoon niks mee te maken gehad. Ja, dat is natuurlijk een heel simplistische visie. En ik zou zeggen, des te meer er kritiek is vanuit die zijde, des te meer ben ik tevreden. Want dat bevestigt tegelijkertijd ook dat de manier waarop gekeken werd naar die kanon niet is ingevuld zoals men had verwacht. Vanuit een politiek kader bijvoorbeeld. Als er vanuit die politieke hoek heel veel kritiek is op het project, dat is precies een legitimatie van het project als zodanig. Althans, zo ervaar ik dat. Ah ja,